kijk naar Enzo Pro Power! Enjoy! Yo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe motherfucking Battlefield 3 live commentary. Mijn naam is Enzo Knol en laten we gewoon weer even een potje ownen. De vorige keer kon ik geen Ziba Tower vinden waarbij genoeg mensen in zaten. En eentje zat al vol. En nu kon ik het wel, dus ik dacht laten we gewoon lekker Ziba Tower gaan spelen. Ik heb zo net even het geluid getest van mij, dus ik sta 0-1. Ik was even AFK in de hoek aan het liggen te kijken of het geluid helemaal goed was. Maar dat is geen probleem. Wij gaan zorgen dat die 0-1... naar motherfucking heel hoog gaat. Ik weet niet precies hoe hoog. Maar ik probeer het zo hoog mogelijk. Ik ben in een andere omgeving. Jullie zien het. Zo, dat is in ieder geval 1. En ze zijn hier aan het verbouwen. Dus het kan zijn dat je af en toe misschien even wat geboor hoort of iets. Maar daar kan ik dus niet zoveel aan doen. Dat is gewoon even... Dat is maar even zo, daar kan ik niks aan doen. Dat is het eigenlijk. Oh, hier komt iemand. Oh yeah, we hadden hem nog net. Oh, nee. Fuck, liep hij nou achter me? Come at me. Ik dacht dat ik iemand zag achter me aanlopen. Maar dan heb ik dat verkeerd. Oh, godzijdank niet. Wat ook wel vervelend is, en dat, tenminste dat vind ik zelf vervelend, ik weet niet precies hoe het bij jullie zit. Is dat, kijk, ik... Oh, spannend iemand op mij. Ik zit nu met al het licht van buiten, dus hier een heel groot raam. Al het licht van buiten, wacht, ik zal het gewoon laten zien. Midden in het potje, dit kan ik gewoon, want ik neem op met mijn camera zodat ik perfecte kwaliteit voor jullie heb. Kijk, hier zie je dus, al dat licht komt op mijn gezicht. En in mijn ogen natuurlijk, daar. En dat vind ik irritant. Maar er is hier geen gordijn. Dus ik kan het niet dicht doen. Waardoor ik het beeldscherm iets minder goed zie. En ik ben gewend om in een beetje een donkere omgeving te zitten. Waarbij ik het licht dan aan heb. En dan kan ik het beeldscherm veel beter zien. Want dan is het om je heen donker. En alleen je beeldscherm is dus licht. Waardoor je je beter kan focussen op die manier. Snap je? Oh, sorry, ik heb moest even weer de camera te doen. Maar we gaan er het beste van maken. Genoeg smoesjes. Knophouden in this motherfucking bitch. Kijk. Oh fuck. Holy shit, dude. Are you serious? Are you serious, dude? Hoe kon ik hem killen? Like, what the heck? Oké, dat mocht echt niet gebeuren, dude. Ik had het tegen de tegenstander. Ja, dat begrijpen jullie. Holy shit. Oké, laten we gewoon gaan. Nee, kut trap in de fucking building. Trap is altijd lastig om doorheen te schieten. Maar we gaan 5-2. Ik speel wel even met mijn lievelingswapen. Oh, schatje, kom op. Oh, hallo. What the fuck? Ze staat gewoon naast elkaar. Oh yeah. In this bitch. Wow, waarom wordt mijn scherm af en toe zwart als ik doodga? Huh, apart. Come on. Come on. Dus gaan we even pakken. Pick up the first aid. Ik vind het altijd lastig om hier goed te positioneren. Ik bedoel, wat is de beste plek? Ze kunnen van zoveel plekken komen ook gewoon. Het is gewoon lastig. Bam. Knolpower granaat. Boom. Oh, jammer. Oh. Daar is die. Daar is die. Ik weet niet hoe jullie schieten. Je hebt sommige mensen die doen die schieten meteen zo. Ik schiet altijd een beetje afwisselend. Hangt er vanaf of iemand dichtbij mij is of niet. Soms dan schrik ik en dan hou ik hem de hele tijd ingedrukt. Dus gewoon dat ik me dood schrik, zoals dit. Elke keer als ik dood ga, komt er een zwarte flits. Zien jullie dat ook? Ik ben benieuwd. Heel apart is dat. Oh, kijken of we een andere squad kunnen. Deze, hij heeft maar 1 perk en die heeft geen perk. Dus dat is jammer. Maar ik zorg er wel altijd voor dat ik sprint heb. Oh, fuck you. Fuck you. Nu komen ze hierheen. Oh, fuck. Holy shit. Oh, shit. Stop maar hier. Fuck you. Heerlijk. Dat was die dude die daar zat volgens mij, die mij net op mij schoot. Oh yeah. Oh shit!
net niet kon ik liggen. Met zijn SKS, ja hoor. Met zijn fucking SKS. Ga toch weg, man. Wow. Oké, leuke spawn was dat. What the heck. En ook nog wel door DHD. Wordt gewoon door dagelijks HD word ik gewoon gepusht. Dat is lekker. Wow, what the fuck. Hoezo zitten hier zoveel man? Oh my god. Ik ga even alt tabben, man. What the fuck is dat waardoor ik de hele tijd zwart scherm ga als ik dood ga? Ik snap er niks van. Dat is een beetje vervelend. Ja, we moeten... even beter gaan, jongens. Kom op, eroverheen. Goed zo. Goed zo. Oh, wow, die was wel heel slecht. Ik kan veel beter, jongens. Jullie weten het. Ik zit vast. Oh, ik hit hem. Oh. Maar hitten is niet genoeg, Enzo. Huh? Waar ging die geneet heen? Oh. Leek net alsof je verdween in het plafond. Alsjeblieft, bro. Got your back. Thanks, dog. Hoeveel zitten er? Oh ja. Ik zorg altijd dat ik in een 32 zit. Anders is het veel te druk. Holy shit. Hoppa! Dat is een goed plekje trouwens, daar aan de overkant. Dan kan je vet relaxed zitten en een beetje free kills krijgen. Oh fuck, fuck. Yes, ik heb het overleefd. Nu blijf ik hier zitten en dan of hij komt hier langs of hij blijft er zitten en dan pak ik hem zo. Kom je halen, faggot. Zie je? Oh, zagen jullie hem? Hier, hem bedoel ik. Hoppa. Fuck, nee, nee, kijk niet achterom, kijk niet achterom. Oh, yeah! We did it. Oh, ik was even kort ghost gewend. Ik deed F om een wapen op te pakken, maar dat gaat natuurlijk niet. Oh, yeah, lekkere actie. Oh, jammer. Gewoon even met een shotgun. Kijk, flashlight erop. Wat de fuck zit hier op, man? Het is in ieder geval geen slug, want ik kan niet van... Hoppa, bitch. Hoppa! Shotgun versus shotgun. En zo wint. Yeah. Oh, we zijn bijna klaar. Potje is bijna klaar, jongens. Kom op, kunnen we nog even kill maken? Oh, hier 5 kunnen we wel. Oh, en dood kunnen we ook nog. Voordat het potje afgelopen is. Knolpower. Oh yeah. Let me fix you up. Hola. Oh! What the heck? What the fuck? Gewoon door de muur heen of wat? Oh nee, via de zijkant wel. Ik dacht hij schiet me gewoon door de muur heen, man. Cue. Dit wordt wat. Die neet. Oh, jammer. Er was nog wel een enemy daar. Zo, dat was het potje maar weer. Het is volgens mij kort, maar krachtig. Ik hoop dat jullie het een leuke live commentaar vonden. We hebben gewoon fucking geen KD-rate van 2.0. Oh my god. Maar, in ieder geval, ik zie jullie de volgende keer. Dat is overmorgen met een nieuwe Battlefield 3 live commentary. En hopelijk vonden jullie het leuk. Later! Knol Power.